Dan ga ik nu naar de akkoordstukken. En dan kom ik bij bestemmingsplan N348, Demerveld, landschap en beeldkwaliteitplan op hooglijnen. Het voorstel is in te stemmen met de nota van zienswijze en kennisgeving. 2, bestemmingsplan N348, Demerveld, enzovoorts, enzovoorts, langs elektronische weg en analoge vorm gewijzigd vast te stellen. En 3, het landschaps- en beeldkwaliteitsplan op hooglijnen gewijzigd vast te stellen als invulling van de gebiedsgerichte criteria uit de welstandsnota 2014 wat betreft dit plangebied. Gaat u akkoord daarmee? Ik kijk rond. Meneer Rooijakkers. Mag ik daarvoor of daarna nog iets bij opmerken? Ik stem voor hoor, maar kan dat nog? Heeft u een stemverklaring? Ja. Prima. Nu? Nu. Het is akkoord. We vinden prima dat er een integrale aanpak komt. We vragen aandacht voor de beperking van de geluidshinder van de inwoners. En daarbij wil ik dan pleiten, en we hebben al een paar keer een beetje aan de hand gehad, duurzame oplossing en dan doe het in één keer goed. En maak een echt degelijk plan. Dat zou de vraag om plantschadevergoeding ook kunnen beperken. Dank u wel. Beschouw dat als een stemverklaring. Dan kijk ik even rond. U stemt alle in. Dat zou u ook gedaan doen, meneer Rooijakkers. En dan is dat aangenomen. Dan ga ik naar voorstel 6. Eerste verzamelplan buitengebied. Voorstel het verzamelplan bestemmingsplan buitengebied gemeente Dalsen. BGVS 01 langs elektronische weg en een analoge vorm vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Bent u akkoord? Ja? Algemene stemmen? Dan hebben we dat besloten. Dan gaan we naar achterstelling financiële evaluatie beschikbaar stellen. Middelen voorstellen toevoegen een bedrag van €200.000 aan de gemeenterekening startersfonds bij de Stichting Stimuleren van Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente. 2, het bedrag te dekken uit de reserve volkshuisvesting. 3, de begroting 2015 conform te wijzigen. En 4, kennis te nemen van de financiële evaluatie. U gaat akkoord. Meneer Wildvang. Mag ik nog voor de zekerheid nog één korte vraag herhalen? Want wij zouden heel graag terug horen van het college in dit verband als de provincie op dit punt afhaakt. Dat is een stemverklaring. U gaat ervan uit dat u wordt geïnformeerd als de provincie op dit punt afhaakt. En dat is dan geen vraag, maar dat is gewoon een eis. Of een verzoek, een wens. Ik kijk rond. U gaat akkoord? Doet u? Dan hebben we hem aangenomen. En uw verzoek, uw wens staat genoteerd, meneer Wildvang. En naar agenda punt 8, onderzoeksrapport de Rekenkamercommissie samen naar beter. Het voorstel is kennis te nemen van het onderzoeksrapport, inclusief de reactie van het college, in te stemmen met de conclusies en de aanbevelingen over te nemen, en 3, het college te verzoeken de aanbeveling nader uit te werken in de nota verbonden partij. Kijk rond. Gaat allemaal akkoord? Dan is die aangenomen. Ga ik nu even kijken waar ik ben. Ja, agenda punt 9. Ik ben mijn papier weer kwijt. Agenda punt 9 is kwaliteitscriteria decentralisaties. En het voorstel is om de volgende criteria voor inkoop, WMO-begeleiding enzovoorts vast te stellen. 1. De cliënt is degene die bepaalt welke gecontracteerde zorgaanbieder de zorg mag leveren. 2. Iedere aanbieder die aan bepaalde minimale voorwaarden voldoet, mag de gevraagde ondersteuning leveren. 3. Besturen op resultaat. 4. Er worden vaste trajectprijzen vastgesteld. En 5. De aanbieder moet aantonen dat hij voldoet aan algemeen geldende kwaliteitseisen. Dan kijken we even rond. Stemt alle in? Mag ik dat als zodanig concluderen? Dan is ook dit punt aangenomen. Agenda punt 10. Daarvan hadden we gezegd dat we het gaan uitstellen. Dus dat hebben we daarmee gedaan. En dan gaan we naar agenda punt 11. Besluitvormingsproces rechter in Zedijk. Indekking van 6 naar 2 inrichtingsvoorstellen. Woordvoerder op dit punt is wethouder Van Leeuwen. Dat ben ik niet meer. Ik zou toch wel heel kort nog een kleine toelichting willen geven op het voorstel dat het college aan de raad gedaan heeft. Want u kunt zich voorstellen dat het proces zich in het afgelopen jaar, na de coalitiebesprekingen, zich gekenmerkt heeft door veel verdieping en door disciplinering van de besluitvorming. Dat is eigenlijk wat we met elkaar hebben afgesproken. We hebben een besluitvormingsproces met elkaar afgesproken in verschillende stappen. En het college, en ikzelf was daar denk ik niet de meest aangename figuur in, maar het college heeft u bij voortduring erop gewezen dat u
op geen enkele wijze van het besluitvormingsproces zou mogen afwijken. De laatste die daar dus van af mag wijken of daar een voorstel in mag doen, dat is het college. Dat begrijpt u wel, want ja, wij mochten dat niet. Wij moesten, en ik denk ook echt dat het zo is, wij moeten natuurlijk gewoon binnen het proces blijven. Maar gehoord hebbende de vergadering, de commissievergadering, dachten wij eigenlijk als college, ik zeg het u maar gewoon eerlijk, frank en vrij, dachten wij als college, is die laatste stap nou nog wel nodig? En aangezien u ons als raad ook altijd ertoe verplicht heeft, dit is een semantische truc, maar ik vind hem niet onaardig, altijd ertoe verplicht heeft om als we een voorstel doen aan de raad ook indien mogelijk een alternatief te formuleren, dachten wij, nou dat kunnen we natuurlijk wel. Dus het staat u vrij om voor dat alternatief te gaan, want de raad uiteindelijk bepaalt zijn eigen keuze. Als u diep in het hartje van de verschillende collegeleden kijkt, dan doen wij het voorstel zoals het voor ligt en hopen wij dat u gaat voor het alternatief. Daarmee heb ik de besluitvormingsprocedure enigszins willen toelichten. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Rooijakkers, D66. U was iets anders aan het doen. Nou ja, maar u krijgt gewoon het woord. Maar ik wil wel het woord hebben hoor, voorzitter. Want ik was wel geïntrigeerd door uw opmerking over het proces en over de discipline. Kijk, als u bedoelt met het alternatief, een van deze twee varianten kiezen we, punt, dan kan ik heel erg met u meedenken. Alternatief staat verwoord onder het kopje alternatief. Klinkt ook logisch. En daar staat iets meer dan een van deze twee alternatieven. Dat is echt een ander soort besluit wat daar staat. Wat daar staat is korte termijn 4b, langere termijn samen met het waterschap het ontwikkelen van een nieuwe erftoegangsweg op of naast de dijk. Dat is wat daar staat. Indien nodig. Het is altijd indien nodig, meneer Rooijakkers, maar dat is het langere termijn perspectief. Maar dat is wat daar staat. En daar staat ook in dat daar dan aan gewerkt gaat worden. Dat is de stip op de horizon, zoals dat in de vergadering verschillende malen is genoemd. Dat is volgens mij het alternatief. Maar je hoeft daar niet voor te gaan, hoor. Dus meneer Nijkamp, precies. Dank u wel, voorzitter. Daar gaat ook precies onze onze vraag over in deze ronde. Wat nou de bedoeling is van dat alternatief, dat snappen we in hoofdlijnen zeker. Maar precies dat woord nieuw is er één die, denk ik, even wat of nuancering nodig heeft of uitleg. Bedoelt het college ook echt een nieuwe weg? Of waar nodig, zegt de heer Rooijakkers ook al, indien nodig, eventueel een aanpassing. Dat zou een nieuwe kunnen zijn, maar dat hoeft het niet op voorhand te zijn. Oftewel, hoe strak is deze term nieuw in zeg maar dit alternatief? Ander nog. Meneer Schuring. Ja, dank voorzitter. Ik zat nog een beetje in de maag met de twee uitwerkingen die gedaan werden en de eerste keuze en daarna voornamelijk de tweede keuze. En daar kwam één vraag bij mij continu weer naar boven. En dat is, hoe bindend verwacht het college nou die opmerkingen van het waterschap die maar door rond blijven gonzen? En vragen die ik ook in het veld continu weer terugkrijg. Van ja, dat is leuk, maar er wordt gezegd. Alleen, is dat nou zo? Daar was ik benieuwd naar. Ander nog. Wethouder van Leeuwen. De opmerking over het waterschap en ja, de opmerking over of het alternatief bedoelt wat het alternatief zegt te bedoelen. Nou, ik heb vanavond nog voor de vergadering even contact gehad met bestuurder Nijhuis, dagelijks bestuurder van het waterschap. Vorige week hadden we even contact gehad, had ik hem een vraag gesteld van nou, is het nou mogelijk dat of is het denkbaar dat het waterschap, die op dit moment al met twee projecten aan het rekenen is, dat ze ook voor de Rechterense Dijk misschien wat naar voren zouden kunnen halen. Ze hebben daarover gesproken in het dagelijks bestuur en het is de bedoeling dat al in 2016 gekeken gaat worden wat er in het kader van het hoogwaterbeschermingsplan met de Rechterense Dijk moet gebeuren. En zij zijn voornemens om dan in 2022 te beginnen met de daadwerkelijke werkzaamheden die hieruit voortvloeien. En daarbij hebben zij heel goed opgelet en geluisterd en gekeken naar wat er hier in de raad is besproken.
En de oproep van de raad om samen met het waterschap aan die stip op de horizon te werken. Dat hebben ze opgepakt en dat willen ze ook heel graag met ons. Hoe hard is dan het alternatief van een compleet nieuwe weg? Ik zal u heel eerlijk zijn dat ik, maar dat is even persoonlijke mening, want dat hebben we niet in het college kunnen kortsluiten. Maak ik toch even een kleine metafoor. Ik weet niet of u de film kent van The Wizard of Oz met Michael Jackson. Dat ze over die yellow brick road langzaam naar een doel toe gaan. Nou, zo stel ik het me voor. Dat we samen met het waterschap als partijen met een gemeenschappelijk doel naar die stip op de horizon gaan. En wat dan de uitkomst wordt, dat durf ik u niet te zeggen. Want ik weet niet wat er uit de berekeningen van het hoogwaterbeschermingsprogramma komt met betrekking tot de Rechterse Dijk. Maar dat we daar een gezamenlijke opdracht hebben, dat lijkt me wel heel duidelijk. Meneer Nijkamp. Mag ik het antwoord van de wethouder zo interpreteren dat het woord nieuw dan misschien beter niet gebruikt kan worden? Uiteindelijk moet er een keer een definitieve tekst komen waar een besluit over moet gaan vallen. En als u vindt dat daar het woord nieuw niet in thuis wordt, dan moet de raad dat woord schrappen. Simpel genoeg. Nee, ik zou er wel even willen aanhaken. Ik denk dat als we over dit soort termijnen hebben, maar 2022 en wellicht wat later, dan is het denk ik, als we al zouden kiezen voor het alternatief, ik zeg maar gelijk op voorhand, daar zou ik overigens erg voor zijn, maar dan zou het misschien ook verstandig zijn om ons nu niet vast te leggen op welke variant dan ook maar, die dan nog moet ontstaan in het overleg met het waterschap, want als je daar nu iets over zegt, moeten we over 6 jaar weer ons proces omgooien. Dus dan ontstaat er een variant die in samenwerking met het waterschap gaat ontstaan. En die variant zal hier op tafel moeten komen uiteraard. Maar ik zou me nu op voorhand daar niet op willen vastleggen wat het dan is. Meneer Uitslag. Nee, voorzitter, ik hoorde Wildzwank over 6 jaar praten. Maar ik hoorde wethouder over 2016 al. De wethouder zei 2022 beginnen met de werkzaamheden. Daar haakte ik akkoord. Even op aan. Maar dat betekent dus dat voor die tijd de planvorming al heeft plaatsgevonden. Maar ik hoor u zeggen, in 2016 weten we al wat er gebeuren moet aan die dijk? Eind 2016 is mijn informatie, weten we wat er met de dijk gaat gebeuren. Nou, het is wel elke vergadering weer nieuwe informatie, zullen we zeggen. Dank u wel. Krijgt het vers van de pers, meneer Uitslag. Voorzitter, mag ik nog één verduidelijkende vraag stellen? Ja, meneer Schiering, dat mag u zeker. Dank, want de hardheid van de opmerkingen met betrekking tot wij gaan, ja, ik weet nog niet of het letterlijk werd gezegd, wij gaan ervoor liggen als er iets op of in de vrije ruimte van die dijk gebeurt. Is dat hard? Is dat te toetsen? Is dat wettelijk met clausules afgedicht? Of is dat iets wat gezegd is en wat misschien na een volgende verkiezing wel weer anders kan zijn? Nee, dat is hard. Dat staat letterlijk in de voorschriften van het waterschap. Dat er in dat dijklichaam mogen zich geen bomen bevinden. Ik heb het bij mij achter per ongeluk. Nou nee, niet per ongeluk. Willens en wetens. Twee kersenbomen te dicht bij de dijk gezet. En bij de laatste schouw ben ik gemaand dat die uiterlijk januari aanstaande weg moeten zijn. Dus dat is keihard zoiets. Helaas. Ja, meneer Schuring, we kunnen u daar echt heel bijzondere voorbeelden over geven hoor. De aanlegging van de evenemententrein leidde op een bepaald moment tot de eis dat de dijk hier 3 centimeter moest worden opgehoogd. Nou, toen hebben we maar wat van de evenemententrein afgegraven. Dan kunt u zich voorstellen dat dat goedkoper is. Dus dat is het waterschap is daarin onverbiddelijk. Ja. Ik denk dat het goed is dat het gezegd is. Zegt u? Ik denk dat het goed is dat het gezegd is. Ja. Ja, en ik denk ook goed dat u zich dat realiseert, want anders zullen ze dat ervaren als zoemelen met veiligheid. En waar houdt het op? Dat is de redenering die ze altijd daarbij volgen. En ik erger me er vaak zeer aan, maar ik begrijp het heel goed. Meneer voorzitter, mag ik toch nog één aanvullende vraag stellen? Zeker, meneer Wildvank. Ja. Even werd net gezegd van dat 2016, eind 2016, duidelijk zou worden wat de consequenties voor de dijk zijn. Dan heb ik het waterschap
dacht ik horen zeggen dat zij in 2016 en 2017 zouden uitwerken wat de nieuwe normen zouden zijn voor waterveiligheid ook in dit gebied ten aanzien van de Vecht. Is dat wat u bedoelt met de planvorming? Want dat heeft in zich dat de planvorming, hoe die dijk eruit gaat zien, hoe wegen zich daarop kunnen bevinden, nog wel iets verder weg ligt in de tijd. Ja, de normen van het hoogwaterbeschermingsprogramma die zijn afgelopen maand bekendgemaakt. Daar gaat het waterschap nu mee aan het berekenen. Dat was onze informatie tijdens de bijeenkomst dat 2017 zou zijn, maar dat blijkt dus 2016 te worden. Eind 2016 is duidelijk wat de consequenties zijn voor de Rechterense dijk, of die 30 centimeter of een meter opgehoogd moet worden en verbreed moet worden, et cetera. En daarvan afgeleid kun je dan gaan redeneren wat de consequenties zijn voor de weg en voor de bomen. Nou, dan kom ik bij de redenatie van de heer Uitslag. Dat betekent dat als jij in 2022 aan de slag wil, dan, en dan hoop ik niet dat het een hessenweg wordt of een N340, dan moet je dus echt in 2018 gaan beginnen met planvorming. Lijkt mij duidelijk. Ik kijk even naar de raad, want op een bepaald moment probeer je ook de discussie gehoord hebbende een aantal punten waarvan je denkt dat daar over de volle breedte overeenstemming over bestond bij de raad, met meer of minder tegenzin, die probeer je eruit te halen. En het eerste punt wat we als college verstaan hebben is dat u allemaal wel zegt, ja, misschien met uitzondering van de VVD, maar eigenlijk zegt u allemaal wel het goed te begrijpen dat je op dit moment misschien nog niet de hele grote investeringen moet doen, want je weet nog niet precies wat de effecten daarvan zullen zijn. De een meer dan de ander zegt dat. Soms in eerste en soms in tweede instantie. Maar dat is wel iets wat we vrij veel gehoord hebben. Het tweede wat we vrij veel gehoord hebben, maar misschien zijn we daar te voorbarig in geweest, en dan gooi ik hem onmiddellijk overboord. Maar we hebben u ook heel vaak horen zeggen, naar ons gevoel, kijk ook even naar Pieter, we hebben het allemaal geturfd. U allen was van mening dat, gezien de extra kosten, een erftoegangsweg wel erg voor de hand lag. Met name vanwege de bereikbaarheid van de landbouwgronden en anders de noodzaak om te komen tot een parallelle weg. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die wij eruit gepakt hebben waarvan we dachten, in ieder geval op korte termijn is daar overeenstemming of in ieder geval acceptatie van. Laat ik dat woord gebruiken. Als het ging om hele manifeste ingrepen, was daar in meerderheid geen meerderheid voor te vinden in de raad. Op korte termijn, zo moet ik het zeggen. En dat is het evenwicht waarin we op een bepaald moment naar ons gevoel terecht zijn gekomen. Dus op korte termijn kom je dan op niet al te kostbare ingrepen die overigens ook het karakter van de dijk in stand houden. En op langere termijn, samen met dat waterschap, heb ik iedereen horen zeggen, nadenken over de noodzakelijke veranderingen, waarbij in ieder geval het uitgangspunt van de erftoegangsweg door u allen breed gedeeld werd. Zo ongeveer heb ik die vorige vergadering beleefd. Nogmaals, waarin iedereen zijn eigen accent kiest. Meneer Van Leeuwen. Ik kan dat helemaal volgen, voorzitter. En ik kan ook de suggestie van de heer Nijkamp goed volgen. Want op het moment als je het woordje nieuw zou schrappen uit de zin, dan is de optie van een erftoegangsweg met een snelheidsregime van 60 km per uur al dan niet op of naast het dijklichaam. Dat laat in feite alle opties over. Doet recht aan het tot stand komen van een erftoegangsweg. Want dat is inderdaad ook wat wij als college bijna van alle fracties wel hebben gehoord. En ja, volgens mij hoeft er dan heel weinig meer veranderd te worden aan het voorstel. En zouden we daar wellicht unaniem over denken. Hoe gaan we het aanpakken? Ik kan een rondje opinie doen. Misschien is dat het beste.
Ik zal u ook vertellen, en dat is misschien enigszins schaamteloos, maar ik zal u ook vertellen dat de griffier en de voorzitter van uw raad, zijn wij twee, het alternatief wel al in een mogelijk besluit op papier hebben gezet. Het is misschien een beetje brutaal, maar als het goed is, is het goed, denk ik dan bij mezelf, toch? Maar goed, ik maak eerst een rondje opinie en we hebben iets opgeschreven. Daar staat overigens het woord nieuw niet in, meneer Nijkamp. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Nou, gemeentebelangen is voor een goede structurele oplossing en voor lange termijn. Nou, de stip op de horizon, die heb ik de vorige keer in de commissie ook genoemd. Die heb ik vanavond ook even bij zien komen. Dus een stip op de horizon, maar ook voor onze komende generaties. We vinden het nog steeds vreemd dat de contacten en de berichten van het waterschap ons 5 voor 12 hebben bereikt. En op zijn zachtst gezegd was dat zeer vreemd. Maar ook tegelijkertijd ook weer een kans voor de langere termijn en de toekomst. Want we hebben tot op heden gelukkig nog geen aanpassingen gedaan welke nu al anders aangemerkt konden worden als weggegooid geld. Door bijvoorbeeld de nieuwe komende toekomstige eisen van het waterschap. Maar vanavond wordt er van ons verwacht dat we een besluit nemen. Nou, we vinden dan ook dat er, en dat is net ook al gezegd door de wethouder, er moet goed geluisterd worden en een goed overleg plaatsvinden tussen de gemeente en het waterschap. En ik heb nog staan 2017, maar inmiddels is dat alweer oud nieuws, dus het wordt 2016. En koersend naar de toekomst 2023, en dat zal dan 2022 worden, voor een goede structurele oplossing. Om te kijken naar het gewenste profiel vrije ruimte vanaf de dijk naar de rijbaan en om dan te komen tot een opschuiving of anderzijds van deze weg met een tweezijdige herplant die nog steeds leeft bij ons met een goede laan terug. Voor alle duidelijkheid met 1 nieuwe weg ertussen. En natuurlijk met grote bomen. En deze nieuwe laan dus weer terugzettend in het landschap. En in 1 keer wat ons betreft dus goed doen voor de komende jaren. De snelheid naar 60, daar kunnen we ons in vinden. Dus 1 weg ook gemakkelijk over te steken voor de agrariërs van noord naar zuid en omgekeerd zonder obstakels. De genoemde optie in het voorstel 2a is wat ons dus betreft akkoord. En wat betreft ons de tweede genoemde optie kunnen we nu alvast wel mee beginnen met de aanpassing in 4b die passeerstrook. Dit naar aanleiding van voortschrijdend inzicht van het waterschap. Maar wel blijven kijken naar de eerder genoemde stip op de horizon. Maar we blijven nog steeds afhankelijk, en u zei het al, van de uitkomsten van het waterschap. En daar hebben we op dit moment nog niet volledig zicht op. Maar met dit besluit zetten we alvast wel een stip op de horizon en de stip op de toekomst van de Rechterse Dijk. En wordt er in een tijdslijn in ieder geval al aangegeven voor het behoud van een mooie laan, een goede en een grote herplant, behoud van deze laanstructuur met 1 goede weg ertussen en goede passeerbaarheid en ook een goede doorstroming. En vanaf deze zijde zou ik zeggen, college aan de slag en succes gewenst. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben in de afgelopen commissievergadering geleerd dat deze raad diverse smaken kent voor dit dossier. Al wisten we dat stiekem natuurlijk al enige jaren. En we begrijpen ook wel dat het college met het huidige voorstel met het tweede alternatief komt. Weliswaar verrassend, de eerste keer trok ik mijn wenkbrauwen op. Maar goed, ik begrijp dat dat alternatief op de meeste stemmen kon rekenen. Maar goed, voorzitter. Ook u heeft kunnen tellen en gezien dat dat alternatief geen meerderheid kende in deze raad. Dus wat ons betreft zou die ook kunnen vervallen. Is ook onze inbreng in de commissie. Verder, voorzitter. We zien dat waterschap een bepalende factor is. En het geschetste alternatief van het college klinkt ook zeer aantrekkelijk. Maar ik wil even mee terugnemen in de tijd. Toen wij, ik geloof in 2013, als fractie tot een keuze kwamen op basis van ons toen bekende informatie. Misschien wel een geforceerde keuze was. Maar daar hebben wij belangrijke lessen uit geleerd. Het bleek dat de keuze die we toen gemaakt hebben op dit moment helemaal niet de beste keuze is. Met informatie die we nu hebben.
En ik zou er ook voor willen pleiten namens mijn fractie om er nu niet overhaast tot één keuze te komen. Hè, van 4B of zo, of 4A, of die gaat het worden. Want ook dat voorstel kent nog een aantal onzekerheden. We hebben nu voor niks met elkaar afgesproken dat we een proces hebben waarin we de twee zouden hebben die we nader zouden uitwerken op basis waarvan we een besluit kunnen nemen. Dus nu het alternatief traject van het college volgen zoals het er nu geformuleerd is, is ons betreft te kort door de bocht. Dan stel je voor dat 4B een aantal ingrijpende maatregelen betreft die het landschap echt zouden ontsieren. Ik noem eens even een aantal passeerstroken aan de zuidzijde. Die zullen misschien wel versteviging van de dijk betekenen. Nou, het is maar de vraag of dat echt een mooi plaatje oplevert. En we zouden er dus ook voor willen waken om nu al in de val te lopen, om ons vast te zetten op één alternatief en daar dus straks misschien wel spijt van te krijgen. We zouden ook willen voorstellen om het college aan het werk te zetten met variant 4. De variant waarin gezegd wordt met uitwijkstroken. Maar waar ze dan moeten komen te liggen, dat zou ik dan graag in deze raad alsnog kunnen beslissen op basis van de uitwerking die het college doet. Want ik kan me voorstellen dat het nogal wat consequenties heeft her en der. En het is goed om die keuzes ook bewust te maken. Dus besluitvorming na uitwerking terug in deze raad. Waarbij we wat mij betreft ook gelijk heldere kaders kunnen meegeven aan het college en het waterschap voor de eventuele variant voor de langere toekomst. Ik dank u wel. Voorzitter, dan verduidelijken de vraag in de heer Uitslag. Bedoelt u in feite dat u het eens zou zijn met het alternatieve voorstel van het college, mits daarbij staat om oplossingen 4 uit te werken in plaats van oplossing 4b als enige uit te werken? Ik pak hem er even bij, voorzitter, want ik net zoals u net de tekst volledig in uw hoofd hebt zitten, heb ik die ook. Als oplossing 4 als enige uit te werken, ja inderdaad, en daarmee de 60 minuten per uur. En daarmee dus niet het besluitvormingsproces overslaan, maar te beperken tot oplossing 4. Voor het moment nu. En inderdaad, in een later moment, met input van het waterschap en de ervaringen die we dan toch ook hebben, denk ik, voor de erftoegangsweg, kunnen we alsnog bekijken wat de volgende stap gaat worden. Maar ik wil er echt op pleiten dat we met elkaar voor waken, dat we te overhaast nu één variant gaan uitwerken, of kiezen, waar we misschien straks echt ons wel klemgezet voelen. Uitslag, dank u wel. Meneer Nijkamp, mag ik u het woord geven? ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben ook in de commissie gezegd dat het primaire probleem wat we aan het oplossen zijn, dat de passeerbaarheid is. Inmiddels is er wel een randvoorwaarde extra benoemd, dat is namelijk ook de bereikbaarheid van de percelen. En daarmee is de conclusie dat we in ieder geval richting een erftoegangsweg willen van 60 km per uur. Ik denk dat daar meerdere fracties ook zich voor hebben uitgesproken. Dat is goed. Als het gaat over het voorstel wat nu voor ligt, we hebben dat misschien al gemerkt in onze vragen, zijn we met name gecharmeerd van het alternatief. En tegelijkertijd is dat wel een aanpassing van het proces, u hebt het zelf gezegd, maar wat ons betreft is dat een zeker te begaan spoor. Als het gaat over het aanpassen van het proces, namelijk om het te versnellen en om het in die zin ook goedkoper te maken. Geen dingen doen die onnodig zijn. Dus wat ons betreft is een uitwerking van 4 aan de orde. Daarmee lossen we het probleem misschien zelfs al definitief op, wie weet het. Maar in ieder geval wordt het verbeterd. Als we het hebben over van of dat hier terug moet komen, dat is ook even een suggestie van de uitslag. Wij gaan er wel van uit dat die uitwerking binnen de schets zoals die is gegeven in zeg maar, de uitwerking tot nu toe plaatsvindt. En dan kijken we ook met name naar het financiële kader wat daarin is aangegeven. Voor zover daar binnen dat kader wordt geacteerd, zou wat ons betreft het hier terug mogen komen, maar niet zozeer als besluitvorming noodzakelijk, maar meer ter informatie hoe we het precies gaan doen. Ik stel voor dat er ook enige ruimte voor het college mag blijven om dat verder precies in te vullen. Maar we gaan er wel uit van het kader wat nu is meegegeven.
Ten aanzien van de langere termijn planning. We hebben de vorige keer in de commissie ook gezegd van dat eigenlijk elke keuze die we nu al daarin zouden maken prematuur is. Omdat we gewoon de consequentie van het verhaal van het waterschap niet kennen. We vernemen van de wethouder dat er redelijk wat vaart wordt gemaakt en dat is prima. Tegelijkertijd zal het waterschap zich ook realiseren dat de wettelijke termijn ergens in 2027 of zo ligt. Het zou ook maar zo kunnen dat daar nog wel wat meer jaren voor nodig zijn als dat we nu misschien vermoeden. Dus in dat kader laten we ook ons die tijd gunnen. Want als het waterschap al de eisen heeft geformuleerd, hebben we daarmee nog niet de oplossing voor de Rechterse Dijk. Dus wat ons betreft kan dat spoor met het waterschap worden gelopen. En zullen we ongetwijfeld als raad in dat spoor meegenomen worden. Tenminste, daar ga ik vanuit, maar dat krijgen we graag bevestigd. En de planning daarvan, dat hopen we te zijner tijd te vernemen. Maar wat ons betreft uitwerking van 4 en werken ook aan de verdere verkenning samen met het waterschap. Dank u wel. Dank u vriendelijk, meneer Nijkamp. Dan ga ik naar de heer Wildvank. Ja, dank u wel. Ja, er valt eigenlijk niet zo heel veel meer aan toe te voegen wat zo geleidelijk aan langs is gekomen. Het voorstel zoals het nu ligt met de varianten 4 en 2, daar zouden wij niet in mee kunnen gaan. Dat zeg ik maar even op voorhand, want die variant 2 daar kunnen wij niet mee uit de voeten. Nu ligt er ook nog een alternatief voorstel in het voorstel. En dat is wel eentje die ons erg aanspreekt. Ik heb net al gezegd, het zou ons verstandig lijken om wel niet alvast op voorhand een voorschot te nemen op wat die uiteindelijke definitieve met het waterschap te ontwikkelen variant dan moet worden. Maar goed, dat wil ik ook nog wel even in het midden laten. Wat ons betreft zou het goed zijn om nu 4 te ontwikkelen, 4 uit te werken, hoe je het ook maar noemen wilt, als enige van de varianten. En vervolgens samen met het waterschap op te trekken om dan te komen tot een wat meer integrale oplossing op het moment dat het waterschap alle normen heeft uitgewerkt en beleid heeft vervat. En dan zal het inderdaad wel 2022 worden, zo ongeveer tegen de tijd dat je ermee aan de slag kunt. Maar dat is dan maar zo. Het lijkt ons in ieder geval verstandig om die route te lopen samen met het waterschap en nu te kiezen voor variant 4. Meneer Hooyakkers. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij aan bij het betoog van de Partij van de Arbeid. In die zin ook dat ik de optie, geloof 2, die door gemeentebelangen wordt gepromoot, een onbegaanbaar pad vind. Ik vind dat een sprookje. De bomen kappen en daarna herplanten met grote bomen, dat hebben we gehoord van zowel het waterschap, die vindt dat niet goed, als ook Natuur en Milieu, die zegt die bomen slaan niet aan. Dus dat kun je gewoon vergeten, dat daar ooit weer een mooie laan komt. Al die andere varianten, of een nieuwe weg ten zuiden, of 2 rijbanen, die houden de huidige bomen in stand, dus dan weet je tenminste dat je die laan hebt. Dus ik zou zeggen, ik sluit me aan bij de heer Wildvank, die zegt van laten we nou geen uitspraken doen over welke variant het dan straks moet worden, als er wat moet worden. Want we hebben afgesproken, u zei het ook burgemeester, disciplinering van de besluitvorming, het proces, getrapt van uiteindelijk naar 1 variant. Ik ben ervoor dat wij de variant 4 uitwerken en dat wij straks een besluit nemen voor variant 4. Punt. Dus uw tekst in de alternatieven, zou ik zeggen, daarmee wordt de laatste fase van het besluitvormingsproces overgeslagen. Niet in zijn geheel, omdat je een aantal punten van 4, maar je hebt in elk geval voor 4 gekozen. Daardoor kan het proces van planning en realisatie versneld worden. Punt. De rest kunt u weglaten, want het is namelijk zo dat wat er ook gebeurt, als het nodig is door nieuwe normen, om iets aan die dijk te doen, dan moet er vanzelf wat gebeuren. Dus dat hoef je niet allemaal te gaan zitten bedenken. Dat moet dan toch wel. En als deze raad, om welke reden dan ook, in de toekomst het nodig vindt om een ander besluit te nemen over de inrichting van die weg, dan kan die raad in de toekomst ook een ander besluit nemen. Dus ik zou zeggen, laten wij gewoon een helder besluit nemen, wat duidelijk is.
wat ook recht doet aan de disciplinering van de besluitvorming zoals die door de voorzitter is genoemd, namelijk gewoon om een keuzeinrichting vast te stellen. En dan zien wij wel welke ontwikkelingen er op ons wegkomen. Of het waterschap geeft straks dermate aanwijzingen dat het nodig is om een nieuwe weg samen met hun te ontwikkelen. Of hij voldoet goed, er zijn geen dijkverhogingen. Of deze raad komt in de toekomst tot een ander besluit. Nou, het zij zo. Dus mijn voorstel is om gewoon daar een punt te zetten en om te kiezen voor uitwerken van optie 4. En ik heb nog een ander verzoek van de orde, of dat u misschien zo vriendelijk wil zijn om de koffiepauze straks na de opinierende ronde te doen, zodat we nog even kunnen overleggen voor er wordt gestemd. Ja. En dat laatste was ik al van plan, meneer Royakkers, want ik had deze vergadering in mijn hoofd al een paar keer beleefd. Meneer Schuring, voorzitter. Ik heb even een reactie op meneer Royakkers. Jazeker, meneer Raamaker. De besluitvorming ging vanavond dat we van 6-2 varianten gingen. Dus we kunnen wel zeggen van, ja, we komen met 1 variant. Maar we hebben gewoon de mogelijkheid om 2 varianten aan te leveren. En ik zelf zou er echt aan hechten dat als u geen heldere eenstemmigheid krijgt in de raad over een alternatief, dat u de eerdere afspraken die gemaakt zijn over de procedure ook volgt. Dat vind ik ook heel goed. En dat moet niet met een 11-10 gebeuren, zeg maar. Daar zou ik me persoonlijk, eerlijk gezegd, niet gemakkelijk bij voelen. Meneer Schuring. Ik wou net gaan zeggen, het laatste wat gezegd is, daar kan ik me in ieder geval bij aansluiten. Dat is nu niet het laatste, maar de koffiepauze na deze opinierende ronde. Ik heb stevig wat concurrentie als voorzitter, hè? Ja. Maakt u zich geen zorgen, sorry. U krijgt koffie dadelijk. Maar dat wordt er allemaal niet makkelijker op. De twee voorliggende opties die in het stuk voorgeschreven zijn, die stuiten in mijn beleving op wat problemen. De tweede, dat werd net al even gezegd, die is überhaupt niet haalbaar zoals werd aangegeven. Dus een niet haalbare als tweede uit te kiezen, dat is wat mij betreft precies hetzelfde als 1 uitkiezen. Ik gooi het maar even zoals ik het voel, zeg maar. Laten we het daar even bij houden. Dus dat maakt het wat mij betreft niet makkelijker. Dan zou je wat mij betreft er alles neer kunnen zetten, maar die is niet haalbaar, dus die gaat er sowieso niet worden. Er zal overigens wel een kern in zitten. En ik zou misschien ook wel liever wat anders willen. Maar dat zijn de feiten, heb ik begrepen. En die zijn hard. Het wordt er niet allemaal makkelijker op. Het wordt er ook niet overzichtelijker. En daar maak ik me een beetje zorgen over. Het wordt er ook niet overzichtelijker en transparanter door. Het wordt ingewikkeld. En misschien inmiddels ook wel bijna niet meer door de mensen te begrijpen. Het voelt een beetje alsof we nu aan het zoeken zijn naar een uitweg om geen echt besluit te nemen. En daar heb ik de vorige keer ook al een beetje over gehad. Ik ben wel blij dat we het eindelijk weer eens over de weg zijn gaan hebben en niet meer over de bomen. Ik heb ook termen gehoord als toekomstbestendig en duurzame oplossing. Nou, steun ik van harte. Waterschap heeft heel veel doorgesteed. Dat maakt het in het gevoel in ieder geval overzichtelijker. Alleen ja, dan heeft iedereen dan de mening weer op een andere manier over gevormd. Maar alles waar Herplan bij staat in de omgeving, in de directe omgeving van de huidige dijk, is weggevallen. Ik heb ook begrepen, parkeerhavens aan de noordzijde, die vallen ook af. Dus daar hebben we al een deel van. Nou ja, daar gingen ze voor liggen, werd hier. Nee, die zijn er al. Dus dat iets wat er al is, kan niet meer. Nou ja, als ze aangepast moeten worden. Oké, helder. Ja, en dan komt het puntje doorstroming, wat in mijn beleving toch een hele belangrijke is. En ook daar kun je van alle meningen over hebben natuurlijk. Is het passeren, is dat nou doorstroming? Of wil je doorstroming dat je gewoon een weg hebt waar je op door kunt rijden? Hetgeen wat toch een beetje aan Lemelenveld beloofd is in het verleden, zoals we tijdens de expertmeeting weer hebben begrepen. En dat maakt het allemaal niet makkelijker. Dan komt er een alternatief op tafel, die erftoegangsweg en dan met het woordje nieuw erbij. En die vond ik dan wel weer prikkelend, want mijn eerste keuze was dan maar de nieuwe weg. Als de kap, verbreding en herplant, als dat dan afvalt, ga dan eens kijken wat die nieuwe weg dan is. En nou hoorde ik erftoegangsweg, maar dan een nieuwe versie mogelijk. Is dat eigenlijk dan, en dat is min of meer een vraag, is dat dan soort van de nieuwe weg, maar dan met de inrichting van een erftoegangsweg. Is alternatief 5 was dat. Alleen dan met 60 km/u en erftoegang.
Moet ik hem zo, of kan ik hem dan ook zo lezen? Ik zie een nee knikken. Staat op of naast de dijk? Naast de dijk is een nieuwe weg. Op of naast de dijk? Je kan van alles weten. Staat op of naast de dijk, een alternatief is eronder. Maar dat is niet waarschijnlijk. Dus erg beperkend is dat niet, op of naast de dijk. Daar zie ik toch wel heel veel mogelijkheden, eerlijk gezegd. Ja, maar als het dus een nieuwe erftoegangsweg naast de dijk is, dan zou het dus onder hoofdstukje 5 een nieuwe weg, of optie 5 een nieuwe weg kunnen vallen. Ja. 60 km per uur, erftoegang. Ja, ik weet niet precies waar u naartoe wilt. Nou, daar naartoe, want daar lag mijn voorkeur. 80 ja, precies. 80 is toch niet haalbaar. Ja. 60 hebben we het over. En dan hebben we de mogelijkheid om een weg aan te leggen waar daadwerkelijk doorstroming is en niet passeerbaarheid. En doen we ook recht aan hetgeen wat Lemelenveld graag zou willen en misschien ook wel verdient. In mijn ogen verdient, maar daar kun je van mening over verschillen. 60 kunnen gaan rijden zonder te manoeuvreren en om te passeren. De opmerking samen met het waterschap, ja, dat lijkt me vanzelfsprekend en volgens mij werd dat de vorige keer ook wel toegezegd. Dus ik vind hem uitermate ingewikkeld. Ik heb het gevoel dat dat we nu iets aan het doorschuiven zijn om geen besluit te willen nemen. Dat voelt niet goed. Ik snap, het is ingewikkeld, dames en heren. Het voelt niet ingewikkeld. Ja, het voelt misschien ook ingewikkeld, maar dat doet het omdat het dat is. Dus, en ik weet ook niet hoe ik het makkelijk moet maken. Ik bedoel, dat kunnen we alleen maar op basis van de informatie die we hebben ontvangen. En uiteindelijk moeten we een positie innemen. Herinner u even de commissievergadering. De standpunten liggen nog steeds ver uit elkaar, hoor. We hebben verschillende standpunten gehoord voor wat betreft de eerste voorkeur. Gemeentebelangen, tweezijdige kap. U mag daar uw oordeel over uitspreken, meneer Rooijakkers. Maar dat was wel de voorkeur van gemeentebelangen. We hadden de nieuwe weg als voorkeur van het CDA. Nou, even tellen, dat zijn toch 9 stemmen, dat zijn toch 6 stemmen. Dus dat zijn serieuze aantallen stemmen, laat ik het zo zeggen. Dus goed bij elkaar opgeteld was er geen enkele meerderheid met de eerste optie. Die is er niet. Telt u maar. En dat betekent dus dat als je naar een oplossing toe wilt, het er eentje wordt waar in essentie geen meerderheid voor is. Dat is de uitkomst van de discussie. Maar die wel iedereen verstandig genoeg vindt, laat ik het zo zeggen. Dus misschien niet zijn eerste voorkeur, maar wel verstandig genoeg. Een voorkeur waarmee te leven valt. We gaan het niet mooier maken vandaag. Maar dat is natuurlijk ook exact de reden waarom de discussie in de Raad al zo lang gevoerd wordt. Het is gewoon moeilijk. Wat maakt het zo ingewikkeld? Omdat in essentie verschillende waardesystemen ten opzichte van elkaar moeten worden afgewogen. Het gaat inderdaad over veiligheid, het gaat over doorstroming, het gaat over esthetisch, het gaat over natuur. Dat zijn verschillende munteenheden, zou ik bijna willen zeggen. Dat zijn geen euro's die je bij elkaar kunt op- en aftellen. Dat maakt het ingewikkeld. En volgens mij de enige manier om eruit te komen is met respect van die verschillende beoordelingen een oplossing te vinden die voor iedereen draagbaar is. En dat zijn de woorden die ik u meegeef, want één ding scheen vrij veel overeenstemming over te bestaan, namelijk dat u behoefte heeft aan een kop koffie. En ik schors de vergadering. Meneer Van Leeuwen, u laat mij niet de vergadering schorsen. Nou, ik zou na, nog... Na deze stichtelijke woorden. Het waren zeer stichtelijke woorden. Ik wil proberen er nog iets aan toe te voegen. En dat is met name aan het adres van de VVD. Ik vind de benadering die u kiest negatief. Namelijk niet een keuze willen maken. Ik hoor hier alle fracties zeggen, variant 4 moet u uitwerken. En ik hoor ook incluis uzelf zeggen, ga met het waterschap een oplossing uitdokteren. En dan kun je wel zeggen, mij bekruipt het gevoel dat er geen keuze gemaakt wordt. Nee, daar kan ik me wat bij voorstellen. Want die nieuwe weg was 2,3, 2,4 miljoen euro. En als we die nu gaan aanleggen, dan is dat geld weggegooid. Dus ik vind het een verstandige keuze. Dit waren nog wat materiële woorden, hè, naar mijn waarde gedreven woorden, maar geld doet er ook toe. Ik stel toch voor dat we koffie gaan drinken. En dat ik u de gelegenheid geef om tijdens de koffie even de koppen bij elkaar te steken.
Dat lijkt mij eigenlijk het beste advies wat ik kan geven. Ik schors de vergadering. Dan ga ik nu naar agenda punt 12, externe veiligheid. Dan moet ik me weer even gaan concentreren, meneer Kouwe. Op dit punt. Dus ik moet even de overgang maken. U heeft aanvullende informatie gekregen. We hebben de tekst enigszins aangepast. Ik denk niet helemaal op de wijze zoals u dat wilde. Maar we hebben wel geprobeerd om enigszins tegemoetkomen aan uw wens. Het woord is aan u. Ja, dank u wel. Ja, inderdaad. Enige tegemoetkoming. Dank daarvoor. En met de aanpassing van het stuk is de deur weer op een kier gezet voor uitbreiding, nieuwvestiging van zorg- en onderwijsfuncties in de kernen van Hoornhorst en Lemelenveld Oost. En daar zijn we blij mee. We zouden het niet verstandig vinden deze functies op voorhand volledig uit te sluiten, zoals het in het oorspronkelijke stuk min of meer geschreven stond. Zeker gezien de huidige transitieperiode van de zorg en de lokale initiatieven op dat vlak. De CDA-fractie is van mening dat veiligheid bij deze functies voor kwetsbare groepen mensen in de buurt van een risicobron extra aandacht verdient. Maar dat we dat niet op voorhand moeten tegenhouden. We zullen daarom, als de situatie zich mocht gaan voordoen, scherp zijn op de afweging van veiligheidsmaatregelen. We verwachten van het college eenzelfde houding. U bent u ook bewust van uw verantwoordelijkheden. De CDA-fractie is dus voornemens om in te stemmen met voorliggend externe veiligheidsbeleid, met het voornoemde als stemverklaring. Dank u wel. Ik had zelf het gevoel bij de behandeling in de commissie dat voor de overige fracties geen pijnpunten meer open lagen. Klopt dat? Is er nog behoefte aan afsluitende opmerkingen op een of ander? Meneer Schutte, ja? Nou, we zijn het eens met de wijzigingen die erin staan en we gaan akkoord met het voorstel. Oké, dank u wel. Anderen nog? Nee? Mag ik het gewoon in stemming brengen dan? Extern veiligheidsbeleid. Voorstel vast te stellen het externe veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen 2015-2018. Gaat u akkoord? En dat is met algemene stemmen. Dan is dat aangenomen. Ga ik naar agenda punt voorjaarsreportage 2015. En voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio IJsseland. En dames en heren, toen ik dit punt weer op de agenda zag terugkomen. Dus rechtstreeks op de agenda. Toen moest ik, dat kunt u me niet kwalijk nemen, ook terugdenken aan agenda punt 8, onderzoeksrapport, rekenkamercommissie, samen naar beter. En ik weet niet of u hetzelfde gevoel had als ik. Ik wil het toch een beetje met u delen. Ik dacht bij mezelf, volgens mij is dit nu op een of andere manier al de vierde keer dit jaar dat we het bespreken. Het zal wel overdreven zijn hoor, maar zo voelt het. Dus ik heb het gevoel dat we het heel vaak bespreken en eigenlijk nooit goed genoeg. Snapt u wat ik bedoel? Te vaak, te oppervlakkig. En eigenlijk, maar goed, dat is dan de opdracht die we ons gegeven hebben, zouden we er minder vaak over moeten praten en veel diepgaander. Nou goed, ik wilde u dat toch meegeven. Wie van u mag ik het woord geven op dit punt? Als er niemand is, vind ik het niet erg. Meneer Lochtenberg. Ik wil er toch iets van zeggen, voorzitter. CDA. Ja. Dank u. Ja, want vergroting van de invloed van gemeenteraden van deelnemende gemeenten op zich is prima. Maar dat moet niet leiden tot meer bureaucratie. Waarom wordt er niet meer gestuurd op mandaat voor het algemeen bestuur, waarna gemeenten het recht hebben om achteraf de handelwijze van het AB te beoordelen? Bijvoorbeeld investeringskredieten voor individuele projecten. Het leidt alleen maar tot vertraging. Dank u. Anderen? Dan probeer ik uw vraag te beantwoorden, maar dat vind ik niet eenvoudig. Laat ik dat voorop zeggen. Het punt is, je kunt alleen maar een mandaat geven als je de bevoegdheid eerst bij de raad hebt neergelegd. Want anders kun je het mandaat überhaupt niet geven. Dus ten principale ligt er toch echt een vraag onder, waar ligt uiteindelijk die bevoegdheid? Ik vind het niet verkeerd om, als het gaat om, uiteindelijk stuurt een raad toch ook voor een belangrijk deel door het goedkeuren van kredieten en begrotingen en kredieten met betrekking tot investeringen. Ik ben het eerlijk gezegd met u eens dat je gelijktijdig een gedragsregel zou moeten hebben waarbij je een algemeen bestuur binnen kaders ruimte geeft om ook snel en adequaat te kunnen handelen. Want voordat je het weet, tuig je enorme circussen op, waarbij eigenlijk gewoon niet meer praktisch kan worden gehandeld.
Dus wat mij betreft neem ik uw punt mee als het gaat om het introduceren van een mandaatstructuur. Waarbij verantwoording achteraf wordt gelegd binnen grenzen. Maar dat komt dan wel weer bij u terug, want u bent dan degene die het mandaat verleent. Zo zou het dan wel moeten. Ten principale vind ik dit een juiste keuze om de bevoegdheid bij de raden neer te leggen. Is dat voldoende voor u? Ik kijk verder rond. Ik heb dus een toezegging gedaan nu. Ik kijk verder rond. Was dat voldoende? Mag ik naar de ordersvorming toe? Wie van u? Meneer Klein-Koerkamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Bij de vorige behandeling van de veiligheidsregio hebben wij een zienswijze ingediend als gemeente Dalfsen. De beantwoording hiervan en verdere maatregelen stemmen ons tot tevredenheid. Wat betreft de vergroting van de invloeden van de gemeenteraden kunnen wij instemmen. Al benadrukken we nogmaals dat we kritisch blijven op de planning en controlecyclus van de veiligheidsregio en verwachten dat een ander in 2017 dusdanig geregeld is dat we zowel de begroting als jaarrekening in één keer kunnen behandelen. Wij hoeven verder geen zienswijze in te dienen. Dank u wel. Anderen? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, eerst even iets over die voorjaarsrapportage 2015. Het is goed dat het al in een eerder stadium aangekondigd te verwachten overschot ook daadwerkelijk zal worden behaald. Al is dat dan vooral door de lage rentetarieven. Mooi dat naast een teruggave aan de deelnemende gemeenten nou ook een substantieel bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve ter aanvulling van het nog geringe weerstandsvermogen. Daar heeft onder andere onze partij voor gepleit. Tot zover prima. Minder fraai is dat we, moet helaas zeggen, alweer moeten constateren dat we te laat zijn met indienen van een eventuele zienswijze. Dat had moeten gebeuren voor 1 september van dit jaar dus. Ook te missen met de aankoop van onvoldoende op hun taken berekende brandweerboten deed onze wenkbrauw fronsen, maar laten we dat dan maar scharen onder aanloopproblemen. Dan het voorstel tot wijziging van de GR. We hebben zoals net al aangegeven moeite met het quasi-formele instemmingsrecht van individuele gemeenteraden met betrekking tot bijvoorbeeld beschikbaar stellen van investeringskredieten. Als het aan ons ligt, worden de bevoegdheden gelegd bij het AB. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd aan deelnemende gemeenten die op dit moment zo nodig het AB nog kunnen corrigeren. Dat werkt eenvoudiger en sneller, komt de transparantie ten goede en doet recht aan de kwaliteiten van en de gegeven verantwoording aan de leden van het AB. We gaan er nu niet moeilijk over doen, maar adviseren de portefeuillehouder de voorliggende bevoegdheidswijziging kritisch te volgen. En indien mogelijk, ter behoeve van een volgende wijzigingsronde nog eens goed te kijken naar de mogelijkheden om de efficiëntie en slagkracht te verbeteren, bijvoorbeeld met behulp van ons voorstel. Dank u. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een voorjaarsrapportage diep in de herfst, dat is inderdaad een soort anticyclus. Dus we sluiten graag aan bij het voorstel van de heer Kleine-Koerkamp om die planning controlecyclus ook inderdaad met deze gemeenschappelijke regeling echt veel beter te ontwerpen. En steun van harte uw eigen gedachte om hier vooral niet 4 keer per jaar over te spreken, maar 1 keer goed. Welk moment daarvoor uitgelezen is, dat weet ik nog even niet, maar dat gaat u vast ontdekken en dat komt in het voorstel aan het eind van het jaar vast terug. Dank u wel. Dank u wel. Een praktisch punt, los van het feit dat het begin van de herfst is en we de voorjaarsnota bespreken, maar op aandringen van onszelf is de datum om zienswijzes in te leveren wel verlengd naar 1 oktober. Dus het kan nog steeds. Maar formeel. Hè? Dus verder zeg ik niks. Nee, mag ik hem in stemming brengen? Komt hij in beeld? Voorjaarsrapportage 2015, voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio IJsseland. Voorstel geen zienswijze in te dienen op de voorjaarsrapportage 2015 van de veiligheidsregio IJsseland. En 2. Aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio IJsseland. U gaat akkoord en dat doet u met algemene stemmen. Ja. Waarbij ik de toezegging gedaan heb dat ik in overleg zal treden met mijn collega's over de vraag of er op zekere hoogte de slagkracht niet vergroot kan worden door kredietverleningen te mandateren aan het algemeen bestuur. Tot op zekere hoogte. Dank u wel. Dan ga ik nu naar 14. Conceptbegroting Jeugdzorg IJsseland.
rechtstreeks in de raad. Wie van u? Meneer Schuurman, gemeentebelang. Ja, dank u wel, voorzitter. Een onderwerp wat direct in de raad is gekomen. Met het verzoek om akkoord te gaan op de begroting gemeenschappelijke regeling jeugdzorg. De BVO is in 2014 opgericht, opstartperiode dit jaar en voor ons het voorstel voor 2016. In onze fractie hebben we het onderwerp besproken en we komen toch nog een aantal vragen tegen die we willen stellen. We zien onder andere dat er structureel en ook incidenteel personeel wordt ingehuurd van de gemeente Zwolle. We zijn even aan het turven geweest en dan kom je op 42 dagen per maand, zeg 2 FTE's en het kostenplaatje zegt €360.000. Lees ik dat goed? Daarnaast zien wij flinke kosten in de begroting voor de software. Dat wordt weggeschreven met de opmerking dat er 35 cent per inwoner is van de betrokken gemeentes. Maar het totaalplaatje is 200.000 en niet elke inwoner van de betrokken gemeentes zal jeugdzorg nodig zijn. Dus per betrokken deelnemer zal die bijdrage veel hoger zijn. Er staat ook nog bij dat het over 3 jaar is vastgelegd. Dus we hebben het niet over 2 ton, maar over 6 ton in de komende 3 jaren. De laatste vraag die we daarbij hebben, dat is ook weer in de verlengde van die software. Er staat bij dat het ook gebruikt kan worden voor de financiële administratie WMO. Als dat zo is, dan is het heel mooi. Dan zou je zeggen 2 vliegen in 1 klap. Maar wordt het daar ook daadwerkelijk voor gebruikt? Want dat lees je voor de rest niet terug in de stukken. En als het wel zo is, wordt het dan doorbelast? Volgt er ergens een vergoeding vanuit een andere samenwerking? Is daar iets voor geregeld? En daarnaast geldt, net als bij de veiligheid, dat we ook denken van de termijnen zijn al belangrijk om in de gaten te houden. We hebben er begrip voor dat het dit in een opstartjaar heel moeilijk is, maar voor een volgend jaar zal men daar toch wat beter naar moeten kijken. Dus wij voelen er wel aanzienlijk wat vragen in zitten. We zijn erg benieuwd naar de reactie van de verantwoordelijk wethouder. Anderen? Geen vragen? Nee? Mevrouw Lasser. Ja, sorry voorzitter, maar ik kan wel graag 1 vraag stellen. En dat gaat over die 10% onvoorzien. Er wordt eigenlijk weinig grond voor gegeven. Zou de wethouder iets meer over kunnen zeggen? Oké. Wethouder van Martens, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel voorzitter. Dit onderwerp heeft vorig jaar ook op de agenda gestaan. Toen moest natuurlijk de begroting worden vastgesteld voor 2015. En we hebben dit jaar natuurlijk de nodige ontwikkelingen gezien. We hebben ook gezien, we kunnen een veel betere begroting samenstellen. Deze begroting is ook aanzienlijk, valt die lager uit dan de vorige. Daar zaten weliswaar vorig jaar geen invoerings- en ontwikkelkosten bij. Maar hij valt per saldo €202.000 goedkoper uit deze begroting. Dus dat is winst, denken we dan. Neemt niet weg dat ik me voor kan stellen dat u vragen heeft over deze begroting. En dan heeft u met name vragen volgens mij over het personeelsinzet van de gemeente Zwolle. En ik proef daar een beetje tussen de regels door dat u de suggestie opwerpt dat daar eventueel een verdienmodel voor de gemeente Zwolle aangekoppeld is. Daar is in ieder geval geen zin sprake van. Het is in ieder geval de daadwerkelijke kosten die worden vergoed. En het is niet zo dat Zwolle daar op zich financieel beter van wordt. Dat is nadrukkelijk afgesproken en dat kan geen zin de bedoeling zijn natuurlijk. Dan de vraag over de software. Net zo min als u geeft zelf aan, dat is ook moeilijk te bepalen. Maar deze cijfers zijn wel tot stand gekomen naar aanleiding van hetgeen wat wij het afgelopen jaar hebben gezien. Die software implementatie, dat is gewoon heel kostbaar. En u maakt dan het staat wel in de begroting 35 cent per inwoner. Uiteindelijk kun je het zo berekenen, maar u verabsoluteert het naar 2 ton per jaar. Het is een heel groot bedrag, ben ik met u eens. Maar neem niet weg, dit moet je goed voor elkaar hebben. Wil je in ieder geval de toekomst dat systemen op elkaar zijn aangesloten, dat is van wezenlijk belang. En dat willen we gewoon goed gerealiseerd hebben. Ik zeg al, de totale begroting valt een stuk lager uit, dus daar zijn we blij mee. Maar er zijn wel verschuivingen binnen die begroting en die software die pakt wat dat betreft, die neemt een belangrijk deel van die begroting voor haar rekening.
En als het gaat om die 10% over onvoorzien, dat heeft dan ook wel te maken met het feit dat je inderdaad, iedere begroting normaal gesproken heeft te maken met onvoorziene posten. En het is normaal dat je een begroting opstelt met de post onvoorzien. Vorig jaar wilden we dat niet doen, omdat we zeiden van, we moeten ook gewoon binnen de uitgaven binnen de perken houden. En toen hebben we dat inderdaad niet toegepast. Maar ja, we zien nu toch wel dusdanige verschuiving dat we zeggen, laten we het in ieder geval voor de veiligheid in ieder geval inbouwen. Uiteraard willen we er geen gebruik van maken, maar je weet hem nooit. Dus dat is de reden. En ik kan niet verder specificeren waar die vallen. Dat is altijd met onvoorzien. Achteraf kunnen we precies zeggen hoe het had gemoeten. Tot zover, voorzitter. Onvoorzien heeft veel te maken met de jeugdigheid van de organisatie, begrijp ik eigenlijk uit uw woorden. Meneer Schuurman, bent u tevreden met de antwoorden? Nou, ik begrijp de uitleg van de wethouder, maar als ik kijk naar de tekst die er staat geschreven, dan wordt er gezegd dat er aan het begin voor 2015 een begroting is gemaakt die sober moest worden. We hebben het over gemeenschapsgeld. We zijn echt van mening dat je in alle gevallen gewoon zuinig om moet gaan met gemeenschapsgeld. En ik snap eigenlijk niet waarom een begroting voor een jaar erop dan niet meer sober hoeft te zijn. Met betrekking tot het verdienmodel voor de gemeente Zwolle, dat kan ik niet zo inschatten. Alleen het gaat om 42 dagen per maand. Dat zijn in mijn beleving ongeveer 2 FTE's en de vergoeding voor de gemeente Zwolle is €360.000. Nou, ik vind dat veel geld. En als ik het niet goed lees, dan moet u het zeggen. Daarnaast die software. Ik begrijp dat dat veel geld kost, maar het is niet een implementatie van de software. Het is een jaarlijkse terugkomende post, zoals ik het kan lezen. Dus ik zou er toch wel op aandringen dat u deze punten nog eens goed bespreekt binnen de samenwerking en daar een terugkoppeling op geeft. Wethouder Van Machtels, wilt u hier nog op reageren? Nou ja, het is een punt van zorg. Op zich deel ik dat. En ik bedoel, ik zal het ook altijd in de vergadering inbrengen. Ik zie het niet als een officiële zienswijze, maar ik zie het wel een punt van zorg. En dat wil ik graag inbrengen tijdens die vergaderingen. En ook nog misschien enige duidelijkheid verschaffen hoe dat nou precies tot stand is gekomen. Maar als het gaat om het feit dat u zegt, u rekent zo uit het aantal dagen dat het personeel ingehuurd wordt en dat zo die vertaalslag maakt naar de kosten, dat is iets te letterlijk genomen, denk ik. Want er komen meer kosten om de hoek kijken. Dat staat ook wel in de begroting vermeld. Dus die zullen allemaal meegenomen moeten worden en omgeslagen worden per FTE. Dus ik neem aan dat het beeld er dan heel anders uitziet. Ik hoor u 2 toezeggingen doen. De eerste toezegging is dat u het zult inbrengen tijdens het overleg. Dat is ook een toezegging waarvan ik uitga dat we dat niet in het toezeggingenlijstje hoeven op te schrijven. Want dan moet u het verslag van het overleg toesturen. Dat vertrouwt u wel toe. Het tweede wat u zegt is dat u ook nader die specificatie van die personeelskosten zult doen toekomen. En dat gaat wel op papier gebeuren. Heb ik dat goed begrepen? Dat heeft u best goed begrepen, ja. Nee, dat wil ik graag doen. Dat wil ik zeker goed doen. Meneer Schuurman, bent u daar tevreden mee dan? Met deze toelichting ben ik zeer zeker tevreden. Dan kijk ik rond of naar ik een afsluiting toe kan. Dat kan ik, geloof ik, hè? Mag ik ook nog... Neem me niet kwalijk, mevrouw Schiphorst, ja, nee, CDA. We hadden geen vragen, zeiden we, maar we willen wel opmerken dat we hebben ook de argumenten onderzocht om geen zienswijze in te dienen. En we hebben vastgesteld dat op basis van de ervaringen en de nieuwste inzichten dat de begroting van 2015 onlangs nog is bijgesteld en daarop 2016 weer is op gebaseerd, inclusief die post onvoorzien, waarvan we dus niet weten wat te voorzien. Maar wel 10% daarop genomen. Wat wij positief vonden is inderdaad dat die ontwikkelkosten en invoeringskosten niet terugkomen, waardoor die sowieso al lager uitkomt. En wij denken dat, net als het college dacht, een reële begroting voor te hebben liggen. En als in de loop van 2016 mocht blijken dat er toch grote afwijkingen genomen moeten worden, dan willen we dat graag op tijd en volledig horen. En misschien kunt u dat toezeggen. Dank u wel. Wethouder Van Machtels, hier ligt een verzoek. Nee, dat is heel duidelijk. Maar bedoel, volgend jaar dan zetten we weer een andere situatie. Dan moeten we kijken van hoe gaan we verder met deze BVO. Hè? Want op zich voor 2 jaar is ingesteld. En dan moeten we kijken in lopende volgend jaar om te kijken of het inderdaad die BVO in de benen houden. Of dat er een andere opzet komt.
Dus dan hebben we dan weer een nieuwe situatie. Maar grote veranderingen zal ik zeker naar voren brengen. Mevrouw Schippers, verandering in de begroting in de realisatie. Zo moet ik uw vraag verstaan. Hè? Niet in de begroting, maar in de realisatie. Graag vroegtijdig melden. En u meldt nu al dat er überhaupt een evaluatie gaat plaatsvinden. En het nog de vraag is of het doorgaat na 2016. Dat begrijp ik ten eerste. Maar grote afwijkingen betekenen dus bijdragen. Ja? Die toezegging doet u? Dat zeg ik zeker toe, ja. Oké. Okay. Mevrouw Lasjes, Christian. Ja, zijn we inmiddels met de opinierende ronde bezig? Ik denk dat we dat zo moeten zien, ja. Oké, dan wil ik graag iets over zeggen. Voor ons ligt de begroting van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Ik vind het trouwens wel een beetje een ongelukkig woord hoor, maar jeugdzorg. Een kort document, terwijl het in de jeugdzorg over een groot bedrag gaat, zo'n 118 miljoen. En dat hoge bedrag vraagt om een krachtige en deskundige organisatie. Zeker nu het nog steeds heel moeilijk blijkt te zijn de cijfers rond de jeugdzorg boven tafel te krijgen. De genoemde risico's zijn helder en hebben ook met dat bovenstaande te maken. Wat we jammer vinden is dat de gestelde termijnen niet zijn gehaald. We snappen de uitleg, maar blijven het jammer vinden. Deze uitvoeringsorganisatie is er voor 2015 en 2016. En mocht het een vervolg krijgen, dat zal vast wel, dan zien we graag dat de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie voor wat betreft de invloed van en de verantwoording aan de Raad in dat traject worden meegenomen. Voorzitter, wat onze fractie betreft hoeft er geen zienswijze te worden ingediend. Anderen? Nee, die behoefte is er niet. Mag ik in de stemming brengen? En dan gaan we naar agenda punt 14. Brengen we in stemming conceptbegroting 2016 gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie jeugdzorg IJsseland. Voorstel geen zienswijze in te dienen bij de conceptbegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie jeugdzorg IJsseland. U gaat akkoord. Ik kijk rond. Ja. Daarmee is het met algemene stemming aangenomen. Er is een toezegging gedaan naar aanleiding van de opmerking van de heer Schuurman met betrekking tot een nadere toelichting van de personeelskosten. En er is een toezegging gedaan naar mevrouw Schippers wat betreft vroegtijdige informatie indien er overschrijdingen van de realisatie van de begroting dreigen. En ik heb daarmee volgens mij ook de toezeggingen goed samengevat. Dan ga ik verder in de agenda. Ik bij agenda punt 15, de nota reserves en voorzieningen 2015-2018. Er zijn dus aanvullende informatie, beantwoording van vragen naar aanleiding van de ChristenUnie zijn op het rits geplaatst. Neem me niet kwalijk, Partij van de Arbeid. En de ChristenUnie zou zich nog beraden op haar standpunt. Dus ik kijk even naar u, meneer Nijkamp, als u het goed vindt. Misschien wilt u de discussie, indien u daar überhaupt behoefte aan heeft, verder aftrappen. Ja, ons punt staat met name om het opheffen van de reserve maatschappelijke duurzaamheid. Dat is weliswaar een relatief klein bedrag. En dus we snappen dat in de spelregels om niet eindeloos veel reserves aan te houden, dat dat op enig moment goed is om dat dan maar weer terug te sluizen naar de algemene reserve vrij besteedbaar. En tegelijkertijd is dit wel even een punt om te markeren. En dat willen we dus ook in die zin wel even doen. Dat we wel op niet al te lange termijn willen komen met een voorstel om toch dit bedrag aan te wenden voor wel degelijk een invulling waarvoor het bedoeld was. Want voordat je het weet ben je dus ook de bedoeling kwijt van wat hierachter zat. Dat gaan we niet vanavond doen. Ik schat in dat we dat ergens gaan doen rondom de begroting. Maar ik zou de Raad in ieder geval graag dit moment even willen meegeven. Dat als we dat voorstel doen, dat we dan refereren aan het besluit wat we nu nemen. Dus dat het niet nieuw geld is, maar dat het een invulling is van wat we destijds altijd met deze reserve hebben bedoeld. Dank u wel. Een vooraankondiging, zo beschouw ik dit, waarbij je zult verwijzen naar het besluit zoals dat mogelijkerwijze vanavond genomen gaat worden. Meneer Klein-Koerkamp, gemeenteplan. Hierop aansluitend, vorige vergadering hebben we het ook over gehad voor isolatie en duurzaamheid bestaande woningen, is in feite hetzelfde van toepassing. Akkoord, uw opvatting wordt begrepen. Maar ik loop niet vooruit op de begrotingsdiscussie. Het gaat over de nodige reserves en bestemming. Voorzieningen. Anderen nog? Mark, meneer Wildfank. Ja, nog even naar aanleiding van de beantwoording van de vraag die ik had gesteld over de reserve ruimtelijke kwaliteit. Nou, het antwoord is duidelijk. Blijkt inderdaad toch gevoed te worden door de rood voor rode regeling. Daarmee kom ik in een soortgelijke positie als wat meneer Nijkamp net ook al zei.
Ik snap dat dit soort kleine voorzieningen soms moet opruimen. Maar die voorziening was er niet voor niks. Die is ooit ontstaan in het kader van de rood voor rood regeling. En die rood voor rood regeling gaan we binnenkort herzien. Althans, hij komt hier opnieuw op tafel. Dus aan de ene kant is het voorstel zoals het ligt helemaal prima. Prachtige nota. Neem niks terug van wat ik ook de vorige keer heb gezegd. En ik zou nog even op tafel willen houden dat we deze voorziening wel degelijk weer even aan de orde willen hebben op het moment dat we die rood voor rood regeling behandelen. Dus dan kan het maar zo zijn, althans het zou ons voorstel zijn, dat je hem nog even in stand houdt. Dus dan weet ik niet helemaal goed, moeten we, als we nu instemmen, gooien we hem dan ook weg? Nou, dat prima, maar dan wil ik graag het voorbehoud hebben kunnen maken dat we hem mogelijk dan weer instellen. Zo ongeveer zit ik er nu in, of we zeggen nu van, onder dat voorbehoud stellen we hem nu vast en dan komt er een definitief besluit op die voorziening bij de behandeling van de rood voor rood regeling. Wethouder van Leeuwen. Ja, dat maakt het niet makkelijker. Nee, maar kijk, volgens mij als het gaat om de procedure is het zo dat als je dit aanneemt dan is die weg. Maar wat u doet, net als de heer Nijkamp, is dat u zegt, ja maar die middelen die gooi ik daarmee niet weg. En die beleidsdoelstelling al helemaal niet. Dus voor hetzelfde geld kom ik er gewoon weer mee terug. En dan zal ik me beroepen op oorspronkelijke keuzes die gemaakt zijn. Dus het is ook gewoon, het is hetzelfde punt als de heer Nijkamp, alleen maar over een ander onderwerp. Wethouder van Leeuwen. Ja, als u nu instemt met de nota, dan worden deze toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Het is natuurlijk altijd uw recht om daar bij de behandeling van de evaluatie van rood voor rood te proberen inderdaad een meerderheid te krijgen, zoals u dat nu ook zou kunnen doen, om de voorziening dan wel nu in stand te houden, dan wel tegen die tijd opnieuw in te stellen. Dat lijkt mij duidelijk dat de Raad dat recht heeft. En wat betreft de ChristenUnie, ja, tijdens de behandeling in de commissie merkte ik naar aanleiding van de bijdrage van gemeentebelangen en de ChristenUnie al op dat er wat moois aan het opbloeien was. Dus ja, ik neem aan dat daar ook wel een voorstel met een meerderheid uit zal komen. Dus prima, zo hoort het ook te gaan. Ik hoor je duidelijk zeggen dat het geen beleidskeuzes zijn met betrekking tot je onderwerpen zelf die hier gemaakt worden. Is dat voor u voldoende geruststelling? Ook voor u, nou ja, dat is het punt. Ik wil hier eigenlijk niet in een inhoudelijke discussie gaan over de rood voor rood regeling. Dus in die zin ben ik het mee eens om het nu vast te stellen, maar met dit voorbehoud even voor de toekomst. Okay. Anderen nog? Meneer Royakkers, D66. Ja, een beetje in het algemeen, voorzitter, want ik heb die opmerkingen hierbij gemaakt tijdens de commissievergaderingen, met name de opstellers bedankt voor het feit dat ik nou eindelijk het verschil tussen bepaalde voorzieningen en reserves en zo snap. Zoals dat bij in het gemeenteland gebruikelijk is. Maar om even aansluiten over discussies. Ja, de hele nota gaat natuurlijk over het schuiven van links naar rechts en van boven naar onder van voorzieningen. Uiteindelijk worden we er niet rijker of armer van als gemeente. Alleen we hebben het hier en daar anders gelabeld. En in die zin heb ik het ook bekeken. En zoals ik al eerder bij de rechter Sedijk zei, ik denk als de gemeenteraad van mening is dat iets moet gebeuren, dan kunnen we dat beslissen. Of het nou een potje A of een potje B is. En daar wil ik het even bij laten. Dat is juist. Dat, zo is het. Binnen de grenzen van de wet. Zeg ik er voor de zekerheid bij, meneer Royakkers. Ik kijk even rond. Is daarmee het onderwerp voldoende behandeld, meneer Nijkamp? Wat ons betreft in essentie wel, maar u mag dit zien in ieder geval dan ook als een stemverklaring. Ja, maar ik wou nog even naar de besluitvormingsronde toe. Dus ik kijk even of daar nog behoefte is in dat verband om iets te zeggen. Nee, meneer Nijkamp? Nee? Dan is dat als een stemverklaring verstaan. Maar ik beschouw het ook als een nadere duiding over welk besluit u nou neemt. Dat zijn geen beleidsinhoudelijke besluiten die u neemt. Het gaat echt over de vraag of je wel of niet iets in een voorziening stopt. Dan ga ik proberen om hem in beeld te krijgen. En dan zitten we bij agenda punt 15, nota reserves en voorzieningen 2015-2018. Voorstel vast te stellen, de nota reserves en voorzieningen 2015-2018. Tweede financiële gevolgen verwerken door middel van de begrotingswijziging. Iedereen akkoord? Kijk rond, dat is iedereen. Ja, dan is het met algemene stemmen aangenomen. Dank u wel. Dan ga ik nu naar punt, wat is het, 17? 16, vaststelling besluitenlijsten. 15, 18 en 22 juni 2015. Ik neem aan dat het een hamerstuk is. Is dat akkoord?
is dat met algemene stemmen gedaan. En dan ga ik naar agenda punt 7. Hier komen stukken en mededelingen. Dat is een hele lijst. Het is ontzettend lang. Waarbij het mij opviel, maar ik kijk ook even naar de grafie. Dat heeft iets te maken met de vakantie, denk ik. Heeft ook te maken met het feit dat er ook stukken die aan het college zijn gestuurd opstaan. Waarbij daar dan bij staat afhandeling door het college. Ja, kijk, soms is... Hè? Ja, maar soms is dat dan toch gewoon... Goed, daarom zijn er te veel. Wie van u kan ik het woord geven? Mevrouw Schiphorst, CDA. Links, het gaf de rivier al aan. Nou, dan gaan we ons met name over de 6 brieven die zijn ingekomen over de nota vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid. Mijn vraag is, worden die in de nota van zienswijze meegenomen bij de behandeling van die nota en ook van commentaar dan wel advies voorzien? Om die allemaal apart door het college te laten afdoen, lijkt me wat ver gaan. Wethouder van Martels, krijgen we die brieven, want dat zijn zienswijzes, krijgen we die dadelijk terug? En de reactie van het college ook? Ja, dat gebeurt zeker. Volgens mij is aan die wens al voldaan, want als u kijkt naar de agenda van 12 oktober, dan is dat al keurig ingevuld. En is die nota van zienswijze daarbij betrokken. En dat gebeurt dus gewoon. Vestigend antwoord, mevrouw Schiphorst, komt gewoon terug in de agenda. Daarmee hebben we er 6 gehad. Mevrouw Lasje, Christine. Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag over ingekomen stuk nummer 7 van de Hengelsportvereniging uit Nieuw-Leuzen. Een afhandeling is door het college, maar kan het college al iets zeggen over de denkrichting wat betreft de afhandeling van deze brief? Ja, dat denk ik wel. Dat ga ik niet van de wethouder Agricola vragen. Waarbij ik hem zou willen verzoeken om alleen maar iets te zeggen over de denkrichting. Want we hebben het onderwerp niet geagendeerd hè, als zodanig. Maar wethouder Agricola, zou u iets willen toelichten over hoe u tegen die brief aankijkt? Dat wil ik zeker, voorzitter. We hebben een goed gesprek gehad met het bestuur van de Hengelsportvereniging. En zij zullen onze zaken aandragen die zij graag verbeterd zouden zien bij de Hulse Plassen. En we gaan samen met hun kijken of dat mogelijk is. Dus dat is, de gesprekken zijn daarna ook al geweest. Er is al samen met de mensen daar een kijkje genomen. Dus we proberen daar in goed overleg aan hun wensen waar mogelijk te voldoen. Ja, dank u wel, wethouder. Anderen nog? Meneer Rooijakkers, D66. Dank u, voorzitter. En nummer 23 is een brief van de heer Verhoef, registeraccountant. En die heeft u gelezen, die brief? Die heb ik gelezen. En ik merk uit de reacties in de zaal dat mogelijk zo is dat hij die brief elk jaar zou ontvangt. Dat weet ik niet. Maar heeft u die ooit door onze eigen accountant laten beoordelen of is er hier ooit iets mee gebeurd? Want die staat voor kennisgeving aannemen. En ja, als ik in mijn bedrijf iets voor kennisgeving aannam, dan deed ik daar niet veel mee. Dus ik, dat was eigenlijk mijn eerste vraag van, is er al eens een keer eerder serieus naar gekeken naar die brieven? Want bijvoorbeeld bij punt 3 van mevrouw D, die het heeft over rooklucht voor de klachten van de buren met ze gaan barbecuen, daar staat hij in ter afdoening in handen van het college stellen. Dus dat neemt u wel degelijk veel serieuzer. Dus misschien dat u daar iets van kunt zeggen. Ja, u hoeft niet de prioriteit aan te geven, wethouder van Leeuwen, maar de eerste vraag, namelijk is er ooit eerder gereageerd inhoudelijk op die brief van deze meneer? Die lijkt me wel goed dat u die even beantwoordt. Ik moet dat laten nagaan of er ooit inhoudelijk op gereageerd is. Dat is zo lang geleden. Toen was ik nog een jonge man. Meneer Verhoef die schrijft jaarlijks aan vrijwel alle gemeenten in Nederland een brief waarin blijkt dat wij onrechtmatig handelen en dat er helemaal niks van klopt. Hij is nou ergens een jaar of 20, 25 geleden zonder werk geraakt en dat is triest genoeg. Maar, dus ik wil best laten nagaan of er ooit naar gekeken is, maar ik hoop dat ik u hiermee eigenlijk al voldoende gezegd heb.
was inderdaad voor de eerst dat ik die brief heb gelezen. Dus ja, vandaar. Ja, begrijp ik. Ik heb ooit mijn collega Agricola, toen die nog in de raad zat, geadviseerd om eens een cursus van die man te volgen. Ik stel voor dat we naar het volgende onderwerp toe gaan. Mocht dat er nog zijn, meneer Lochtenberg, CDA. Oh. Dank u, voorzitter. Puntje, ja, het achtste punt onder de mededelingen. Dat gaat over een belevingsonderzoek wat gehouden is in het kader van de verkeersveiligheid 2015, mede ter voorbereiding van het nieuwe GVVP. Nou is daar de gemeente respons, die was heel hoog, maar die is gecorrigeerd voor de werkelijke aandelen in de totale bevolking. De respons was vrij hoog onder de senioren. Wellicht begrijpelijk onder de jeugd niet zo hoog. En als je dan de respons gaat corrigeren voor de bevolkingsgroepen, dan zwak je in feite de meningen van die mensen die dus juist erover nagedacht hebben en bezwaren wellicht hebben en opmerkingen hebben over veiligheid, zwak je behoorlijk af. Dus de vraag is even van, is dat nou wel zo terecht? En moeten we niet even juist de belangen van degene die dus, de tijd genomen hebben om de mening te geven, zeg maar, moeten we die niet wat zwaarder wegen en in ieder geval zeker niet afzwakken? Ik kan daar een antwoord op geven, het gaat niet over de inhoud, maar het gaat over de wijze waarop het burgerpanel functioneert. Dat is geloof ik mijn portefeuille. Het antwoord, meneer Lochtenberg, dat kunnen we echt niet. Want daarmee zouden we volstrekt onbetrouwbare resultaten genereren. Waar het om gaat is hoe de mensen in Dalfsen erover denken over het vraagstuk. Waarbij het al heel riskant is om te zeggen dat ouderen bijvoorbeeld belangrijker zouden zijn dan jongeren erin. Want ik denk even aan de veiligheid van de schoolgaande kinderen, ik noem maar wat. Hè. Het is heel ingewikkeld. Het punt is, we doen dat altijd als het gaat om het burgerpanel. Er vindt altijd een correctie plaats op basis van gemiddelde deelname vanuit de populatie. Zouden we ook andersom doen. Dus als er bijvoorbeeld ook een onderzoek zouden doen naar geluidsoverlast in discotheken, ik noem maar eens wat. En 9 van de 10 die zouden respons zouden mensen zijn tussen de 16 en de 20. Ja, dan zouden we toch echt een correctie op doorvoeren. Dan zouden we zeggen, ja, dat zou wel dat die er anders over denken dan de buren. Hè? Dus dit zit echt in de methode ingebakken. En als je enigszins representatief wil zijn, dan moet je dat doen. Dat is echt mijn overtuiging. Meneer Wildvang, zag ik. Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ja, ik heb er een paar. Ik zal proberen zo kort mogelijk te houden. Maar zal ik ze in één keer stellen of wilt u ze stuk voor stuk? Ja, als u ze allemaal achter elkaar stelt en we zijn dan klaar met u, dan vind ik dat prima. Nee, maar dat vind ik ook prima. Dat is voor mij ook een stuk makkelijker. Eerst dan zie je ingekomen stuk nummer 9, de brief van de cliëntenraad WSW. Het was op zich toch een verdrietige brief als ik het zo las. De vraag die ik erbij heb, staan er nog mensen op die wachtlijst? En zo ja, gaat u daarover ook nog weer nader in overleg met de cliëntenraad zelf? Dat blijft een beetje in het midden. De tweede vraag die ik heb gaat over de brief van het Groen Platform Vecht. Die een punt maken van het feit dat wij enige tijd geleden hebben gesproken over de inrichting van de Vecht, ruimte voor de Vecht. En dat nu dat punt bewaarbaarheid zit nadrukkelijker aan de orde komt. U gaat er als college afdoen, maar is dat ook niet iets waar wij als raad nog eens een keer bij betrokken zouden moeten worden? Want het is wel iets waar we ons destijds ook als raad nogal nadrukkelijk mee of over hebben uitgelaten. En dan nog een vraag over een van de mededelingen. Dat gaat over de memo armoedebeleid en motie van 2014. We hadden toen een bedrag van €400 per kind beschikbaar. Er is nu €150 uitgekeerd via de bon. Hoe wordt dat resterende bedrag ingevuld? Ik begin met wethouder Van Leeuwen met betrekking tot de vraag over brief 9 WSW. De wachtlijst WSW als zodanig bestaat niet meer. U heeft vorig jaar besloten om de mensen die geen vast dienstverband hebben, om die alsnog een vast dienstverband aan te bieden voor 1 januari. En per 1 januari jongstleden is de wachtlijst als zodanig opgeheven. En vallen de mensen onder de nieuwe participatiewet. En worden zij dus op het moment dat ze zich aanmelden, vindt er een indicatie plaats op welke categorie ze toe behoren. En daarbij wordt dan getracht om ze zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. Dus dat is het verhaal.
Dan mag u wat mij betreft ook nog een keer schriftelijk reageren waarom dan de teneur van de brief van de WSW cliëntenraad zo teleurgesteld is. Prima, dat wil ik best de afdeling verzoeken om daar het licht over te laten schijnen. Maar ik sluit niet uit dat het te maken heeft met de algehele teleurstelling over het afschaffen van de WSW als zodanig. Maar ik laat het onderzoeken en u krijgt antwoord. Waarbij u zich wel moet realiseren, wethouder van Leeuwen, dat dat speculatief is. Want u kunt niet in de hoofden van die mensen kijken. Nee, of in hun hart. Klopt. Dat gaat niet. Dan eigenlijk twee vragen, denk ik, voor wethouder van Martels. De ene met betrekking tot Groenplatform Vecht. En de andere, even kijken. Ja, armoede. Neem me niet kwalijk. Om dan maar eerst met het Groenplatform de Vecht te beginnen. En u vraagt zich af, moet dat onderwerp, de bevaarbaarheid van de Vecht, niet nog eens een keer hier besproken worden? Nou, ik kan u verzekeren dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Er moet eerst nog eens even nader bekeken worden van hoe liggen alle verschillende standpunten. Maar het heeft natuurlijk ook enorme financiële consequenties. Dus het kan niet zo zijn dat dat zomaar hier buiten de raad blijft. Dus dat komt ongetwijfeld weer terug. Ik kan alleen niet zeggen op welke termijn. En als het gaat om dat andere punt, de verdere invulling van het armoedebedrag, die €400 per kind. Nou, daar heb ik nu niet het antwoord voor paraat, maar ik kan, uiteraard kan ik u dat doen toekomen. Om dat heel goed gespecificeerd te onderbouwen van waar die resterende €250, hoe die wordt besteed. Dat is allemaal bekend, dat is allemaal ingevuld, alleen ik kan het niet zo op de euro nauwkeurig hier even opnoemen. Ja, een toezegging dat u daar een schriftelijke reactie op krijgt. Ik kijk rond, nog anderen. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Een onderwerp wat hier toevallig bij aansluit. Dat gaat over de kindercadeaubon, het plan van aanpak, mededeling nummer 3 aan mijn hoofd. Een van de uitgangspunten was het niet stigmatiserend zijn. Hè. De kinderen die zo'n bon krijgen, dat ze niet een stempel krijgen. Oh, dat is een streetje met een bonnetje en die zal dus wel arm zijn. De vraag is hoe nu daar uitwerking aan gegeven is. Het lijkt er toch op dat het toch een specifieke bon geworden is die alleen voor die doelgroep beschikbaar komt en dus wel degelijk stigmatiserend gaat werken. Wethouder van Martels. Ook daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Ik bedoel, we hebben wel ideeën erover hoe het dan moet gaan plaatsvinden. Maar het is nog niet helemaal, de uitwerking is nog niet helemaal tot stand gekomen. En dat heeft ook te maken omdat we erg veel in gesprek zijn met de middenstand. Hoe dat precies tot uiting moet komen. Die middenstanders die betrekken we graag bij dit onderwerp om voor nadere uitwerking. We willen het nog steeds dit jaar tot uitvoering brengen. Dus we hebben de hoogste druk erop gezet. Omdat de komende 2 maanden, dan moet zijn voltooiing dan naderen. Vat u samen, u begrijpt het punt van de heer Uitslag, maar u bent bezig met praktische invulling, u weet gewoon niet hoe het uitvoerbaar is, laat ik het zo zeggen. Zo versta ik. Ja, plan van aanpak, dit wordt anders vermoeden, maar ik ben blij met dit verhaal van de wethouder. Okay. Was dat de laatste opmerking dan wel vraag naar aanleiding van de ingekomen brieven en de mededelingen, de stukken? Dat is zo, hè, geloof ik. Dan ga ik naar de sluiting. Het is daadwerkelijk, het is zover. 5 minuten te vroeg, zou ik bijna willen zeggen. Dames en heren, dank voor de wijze waarop u de vergadering, het debat, de discussie met elkaar gevoerd hebt. U heeft het me niet moeilijk gemaakt om deze vergadering te leiden. Daar ben ik u dankbaar voor. Ik wens u nog een fijne avond en ik sluit de vergadering.